Ik ben Bas van Kranen, executive chef van Bordeaux in Hotel de L'Europe. We gaan een gerechtje maken van de kaart. Gerooste langoustine met verschillende soorten peen en passievrucht. Dan gaan we van start. Mooie dikke langoustine. Gaan we heel kort bakken op de plancha. Heel heet. Ik vind met de textuur van de langoustine altijd belangrijk dat die garing op hoge temperatuur heeft. Dat je mooi dat vlezig hebt, maar dat je ook mooi die bite houdt. Op het moment dat je een langoustine op lage temperatuur gaat garen, wordt die papperig, wordt die zacht. En juist de mooie spanning van dat beestje hou je door een hogere temperatuur. Dus we werken met langoustines om en nabij 4, 5 in een kilo. Echt wel een mooie maat. Als je een langoustine eet, dan moet je hem wel ook kunnen proeven. Het is heel belangrijk dat hij goede baksmaak heeft. Op het moment dat hij flink gekaramelliseerde suikers heeft, krijg je echt de smaak van de langoustine het best tot zijn recht. Ik ga hem eerst nog zouten. Yes. We hebben kefirolie. Dus olie van kefirblad en kefirlimoen. Breng hem nu mee op smaak, dat je echt heel mooi bepaalde frisheid krijgt op de langoustine. Dus ik ga hem nu onder de pas doorgaren. Ik laat hem wel goed laag staan, dat hij heel mooi, echt op wel een relatief hoge temperatuur, dat hij zijn garing krijgt. Dus dat hij goed doortrekt. Dus we zouten hem heel lichtjes na met maldonzout. De rest is aan allebei de kanten licht gezouten. Bij het gerecht komt eigenlijk een jus van langoustine. We maken jus van langoustine niet van de kop, maar van de scharen van de langoustine. Dit omdat de schaar heel veel zoet heeft. Op het moment dat je een klauw openbreekt, de maat die we hebben hele dikke klauwen. Als je die openbreekt, zit er best wel veel vlees in. En dat heeft echt de zoete smaak die de staart ook heeft. Dus geeft een hele andere saus. Je hebt niet de bitters uit de kop, maar echt het zoete van de klauw. We waren op een gegeven moment op zoek naar een ander product voor sinaasappel. Sinaasappel wordt heel veel gebruikt in een bisque of bij een jus van langoustine. En toen hebben we flink wat vruchten geprobeerd. Op een gegeven moment kwamen we bij een passievrucht uit. Passievrucht is heel floraal, heeft hele fijne bloemige aroma's. Wat echt super tof gaat met de zoete van die langoustine. Nou, dus we hebben drie soorten peen. Eigenlijk is het peen, want iedere plant heeft natuurlijk een wortel. Van voor naar achter gaan we van aards naar zoet. Dus we hebben een witte wortel, een witte peen, een gele peen en een oranje peen. Alle drie heel verschillend in bereiding, maar ook in de smaak van de peen. Dus de maracuja, daar hebben we een letje van gemaakt, letje de tigre. Dus een jus van het sap, van de passievrucht in plaats van limoen. Zoals je dat normaal gesproken in de vinaigrette voor een ceviche hebt. Afgemaakt met gember, met knoflook, met verschillende aromaten. Dat je dadelijk in het gerecht ook twee verschillende dingen gaat proeven. Dus je hebt de jus van de langoustine, waar ook passievrucht doorheen zit. Daarnaast heb je dan ook nog de jus van de passievrucht. Geroosterde langoustine, de jus van de klauw van de langoustine, afgemaakt met passievrucht. Dus heel floraal, heel bloemig, afgemaakt met de zoete smaak van drie soorten wortel. Heb je nog meer trek? Er staan op YouTube meer dan 1000 video's voor je klaar. Abonneer je op ons YouTube kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.